bij de alarmbel gaan, dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt. Ongelukkige eerste hulp. Ah! Oh! Au! Oh, au, au! Sjouw, sjouw! Je hoeft het ook niet te overdrijven, Sam. Het is maar een oefening. Oh, sorry, Nelly. Ik dacht, ja, ik maak het wat realistischer. Op naar de ambulance. Hey. Oh, Elvis. Oh. Oh. Nooit geweten dat acteren zo pijn kan doen. Oh, sorry, Sam. Oké, pioniers. Iedereen weet waar we heen gaan, hè? Naar de Boldenberg. Om op een echte locatie te oefenen met eerste hulp in de bergen. Daar weet ik alles al over. Dankzij mijn nieuwe boek Eerste Hulp voor Pioniers. Daar weet ik alles al over. Dankzij mijn nieuwe boek. Norbert, hou op. Goed, kom op, pioniers. Naar de Boldenberg. Weet je wat de meest voorkomende oorzaak van ongelukken tijdens het lopen is? Ik wel. Dat is het verkeerde schoeisel dragen. Dat is het verkeerde bezit. Norbert. Oké, Elvis. De patiënt ligt in de ambulance. Nu moet hij alleen nog veilig naar het ziekenhuis. Naar het ziekenhuis! Ho, 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 Elvis. Als je een gewond persoon moet vervoeren, is voorzichtigheid veel belangrijker dan snelheid. Sorry, Nelly. Dat is oké, Elvis. Ik heb een idee dat jou kan helpen met rustiger rijden. Oeh, lekker frisdrank. Ik ben gek op frisdrank. Deze frisdrank is niet om op te drinken, Elvis. Oh. Ik wil graag dat jij zo constant en voorzichtig rijdt dat je geen druppel morst. Succes, Sam. Dank je, Jenny. Heb ik wel nodig. Oh. Geen zorgen, Elvis. Ik haal wel even een nieuw blikje frisdrank. En dan haal ik een droge broek. Oh. Weten jullie het verschil tussen een kneuzing en een verstuiking? Oh. Ik wel. Had ik hem dat boek maar nooit voor zijn verjaardag gegeven. Kennen jullie alle verschillende soorten botten in de voet? Ik wel. Je hebt het hielbeen, middenvoetsbeentjes, voet voor de hand. Hou eens op met lezen en kijk uit waar je loopt. Oh, au, au. Oh, Klaas, is alles oké? Okay? Nee, het voelt alsof ik alle mogelijke botjes in mijn voet heb gebroken. Ah, oh nee, lijnengewond, lijnengewond. Oh, bijensteken, nee, schaafwonden, brandnetels, nee. Oh, rustig aan, Jaap. Maar ik kan niet vinden wat we nu moeten doen. Oh, nee. Ik weet het. Bel het reddingsteam. Geen bereik. Oh. Geen zorgen hoor, Klaas. Ik krijg wel bereik. En dan bel ik hulp. Maar Jaap, ga niet te ver van de groep. Zal ik hem gaan halen, Klaas? Nee, Sarah, niet opsplitsen. Help me mijn enkel verbinden en dan gaan we hem allemaal samen zoeken. Oh, kijk eens aan. Hoe verbind je een enkel? Geen zorgen hoor, Klaas. Je bent in goede handen. Au! Voorzichtig. Rustig. Langzaam. Voorzichtig. Ben ik wel voorzichtig genoeg met je, Sam? Rijden we dan, Elvis? Ik dacht dat we nog niet waren vertrokken. Misschien kun je een klein beetje meer gas geven. Oh, oké. Okay. Nee, wacht! Oh, nee. Nu lijkt het weer alsof ik in mijn broek heb geplast. Ah. Ik denk
dat het beter is als ik achter het stuur ga zitten, Elvis. Ik moet hier toch ergens bereik krijgen. Ik weet niet meer wat er in het boek stond over regels. En ik heb ook nog steeds geen bereik. Meestal is daar verderop wel bereik. Waarschijnlijk is Jaap daarheen gegaan. Ik heb hier al gewoon bereik, hoor. Ik wilde dat we Jaap konden bereiken. Jaap! Jongens, we kunnen maar beter het bergreddingsteam bellen. Jaap Jansen wordt vermist in de bergen. Er wordt om een zoek- en reddingsmissie gevraagd. Jaap Jansen wordt vermist in de bergen. We moeten een zoek- en reddingsactie starten. Ik ga met Jenny en Tom in Wallaby 2. Sam, jij biedt ondersteuning in de ambulance. Begrepen, Nelly. Hopelijk vinden we hem snel. De zon begint nu toch echt onder te gaan. Help! Help! Ik zit hier! Het wordt al donker, Tom. We moeten Jaap snel vinden. Begrepen, Sam. Ik wissel nu naar de warmtecamera. Bingo. Zo te zien hebben we hem. Ben je klaar om te gaan, Nelly? Zeker weten, Tom. Maak je geen zorgen, Jaap. Alles gaat nu helemaal goed komen. Ben je gewond? Nee. Volgens mij niet. Hou je goed vast, Jaap. We gaan je hier weghalen. Ik heb hem, Jenny. Haal ons omhoog. Begrepen, Nelly? Hou hem stabiel, Tom. Hallo, kom, Sam. Hij is niet gewond, Sam, maar voorzichtig op de terugrit. Ik denk dat hij voor vandaag wel genoeg avontuur heeft beleefd. Begrepen, Nelly. En geen zorgen. Ik zal denken aan de frisdrank. Goed gedaan, pioniers. En jullie hebben je best gedaan op dat verband, zie ik. Dat heb ik gedaan. Het is heel goed dat je zoveel hebt geleerd van je boek, Jaap. Maar je vergat wat er staat op de eerste bladzijde. Gefeliciteerd, Jaap. Liefst van je zusje, Sarah. Niet dat, Jaap. Misschien volgende? Inhoud? Nee, Jaap, die bedoel ik ook niet. Oh, hier staat het. Blijf altijd rustig. Ja, dat is hem, Jaap. Blijf altijd rustig. Wil je misschien met mij mee in de ambulance terug naar Piekenvolder rijden, Klaas? Misschien is het dan beter als ik rij, Elvis. Dan geef ik je nog wat tips voor op de terugweg. Oh, oké, Nelly. Mag ik dan misschien deze keer de frisdranken opdrinken?